Het kunstproevenfestival gaat jaarlijks door in maart. Dit jaar zitten we aan meer dan 1000 bezoekers. Dat zijn mensen met een beperking die komen snoepen van 30 workshops zodat ze het kunnen kiezen. We hebben vorige maand een tentoonstelling georganiseerd in de winkels in Mechelen. Dat waren varkens en ezeltjes die kunstig gemaakt zijn door de mensen van die hier nu zijn in de instellingen. Samen met de ergo's uit de instellingen hebben zij die kunstig gemaakt. Die tentoonstelling die is te zien geweest in de Mechelse winkels. En nu zijn al die 150 ezels en varkens hier verzameld in één tentoonstelling. En zij nemen hun diertje straks ook weer mee naar huis. Dus ik hoop dat die tentoonstelling straks ontbonden is. Wolschilderij. En dan ja, moeten we een proeflapje doen en ze biedt gaan we in het echt iets goed maken. En dat is ook mijn hobby. Tekenen en wolschilderij. En ik doe dat thuis ook. Er is kunst en vandaag doe ik echt de gezonde hapjes en ik doe dit al jaren. Ik denk dat dat al de vierde keer is dat ik hier kom en ik vind dat zo fijn om te doen. Ik heb zelf een zoon met Down, dus ik vind dat geweldig om hier met die mensen gezonde hapjes klaar te maken. Ik ben freelancer voor Vorming Plus en die hebben mij gevraagd om hier wat te komen helpen. Ik heb een diploma orthopedagogie en ja, dan had ik voeling met mensen met een handicap. En dan Afrikaanse dans is mijn passie. Dus vandaar, de twee samen, dat was geweldig. Na het succes op Spel op de Wagen hebben wij een nieuwe productie, die noemt Hotel de l'Europe. Dat is een deurencomedie waar 12 mensen met een beperking en 2 mensen zonder beperking het beste van zichzelf geven. Er worden mensen vergiftigd, er worden heel leuke attracties in de scène gezet en er wordt heel veel gedaan met deuren. Dus de boodschap is, kom mee allemaal kijken naar Hotel de l'Europe en we spelen in juni.